jou beginnen. Ik weet niet, René, hoe jij dat ervaren hebt, maar wij zagen opeens Johan Derksen tot twee keer toe bij Eva Jinek zitten, de koningin van de late night. Ja. En we denken of ze weet iets van hem, of hij heeft een zonnesteek, of sinds hij in Drenthe woont is hij de weg kwijtgeraakt. Want die begon opeens de dames helemaal de hemel in te prijzen voordat het EK begonnen was. Dat moet ik, dat moet ik nu nuanceren. Ik vind dat de dames erg vooruit gegaan zijn. Kijk, de vorige toernooien, toen werden ze weggespeeld door ieder Europees land. Het was een verschrikking, het was een afgang. En nu hebben ze hetzelfde niveau als de andere Europese landen, of zelfs iets beters. Dus ze zijn ontzettend verbeterd de afgelopen twee jaar. Jij stak daar de loftrompet af, Johan, op een manier die... Jawel, maar die mensen zijn vooruit gegaan. Verder vind ik het totaal niet interessant om naar te kijken. En na drie wedstrijden werd ik helemaal gek en nerveus en kreeg ik jeuk van de hysterie. Want er zaten namelijk volle stadions, Wilfred. Ja. Doorgaans zitten er 250 mensen te kijken bij damesvoetbal. Dat is veel, ja. En dit was geen voetbalpubliek, dat was evenementenpubliek. Dat waren weer die idioten die met een oranje klomp op hun hoofd zaten. Die ook naar de Davis Cup toe gaan en die de Polonaise liepen. Want al die als clowns verklede zogenaamde supporters, wil ik eens kijken of ze bij de start van de competitie bij AZ ook een heel vol stadion hebben. Oh, je bent weer helemaal thuis, gelukkig. Je bent en ik heb, nee, het voetbal. Ik ben nog nooit bij een dameswedstrijd geweest, zal er nooit komen. Ik heb die wedstrijd op tv gezien. Ja. Ik vind het totaal niet interessant als voetbal. Maar die dames zijn wel vooruit gegaan. En ik heb een geweldige erger van die rechtsbuiten van Zanten, zeg. Oh? Nou, na drie wedstrijden met die van de enge... Zander, met die Janice. Die, ja. Janice van der Zanden was dat, toch? Ja, ja die, ja. Ja. Met die mannenscheiding. We gaan weer, hè? We zijn weer begonnen. Nee, maar weet je wel, als dat publiek ophitsen, die is sneller dan het geluid. Ja. En die spits, Miedema, die had topscorer kunnen worden van Europa als zij één keer per wedstrijd een bal goed voorgegeven had. Want ze is zo blind als, als een konijn. Jo, ze kon nooit een goede voorzet. Maar dan die maniertjes. Die maniertjes. Je denkt, ik moet me even toch weer een beetje herstellen, geloof ik. Ken al die complimenten die je uitgedeeld hebt. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja. Want er stelde geen reet voor. En nu zijn we Europees kampioen. Maar als ze morgen tegen een derde klas amateurclub spelen, worden ze helemaal dronken gespeeld. Maar even hier aan de tafel. We gaan even snel de ronde tegenaan gooien. Johan, verheugend nieuws. Veronica heeft de uitzendrechten gekocht voor de kwalificatie voor de dames van het WK en het EK. Je eerste reactie? Nou ja, als de dames lang meedoen, dan krijg je weer zo'n hype. Voor de rest blijf ik damesvoetbal niet interessant vinden om naar te kijken. Het was een leuk feestje, maar het voetbal vind je flikker aan. Duidelijk taal. Toevallig, ja? Toevallig viel ik dit weekend in een wedstrijd Ajax Zwolle, ja? Meisjes. Ja, ja, ik heb hem ook gezien. Slecht! Ja. Slecht! Ja? Niet normaal! Ja, ik heb hem ook gezien. Die tot Zwolle had een keeper, die was zo groot! Ja. Die kwam uit het circus. Zo groot, ja? Iedere voorzet zat erin. Echt waar? Ja, serieus. Mijn vader die keepte bij Willem II vroeger. Was die ook zo groot? Ja. Ja, hij kwam uit Griekenland. Heb jij hem ook zitten kijken, die wedstrijd? Echt? Wij hebben ook niks anders dan ons hoofd, hè? Dit is een lekkere verstelde ronde. Nee, moet je gesprek voeren thuis, dat doe je toch niet? Als laatste wedstrijd van Dickie. Bij het Nederlands voetbal, bij de dames, heb je nu een ster, Viviane Miedema. En die heeft geroepen dat ze er evenveel moet gaan verdienen. Ik doe even mijn bril op. Ja, want jij was daarvoor op oorlogspad, had ik begrepen. Ik heb me geweldig aan geërgerd. Die wil dat ze evenveel geld gaan verdienen bij de dames als bij de heren. Dat was ja, nou ja, kijk, meisje Miedema die is een beetje de weg kwijt. Meisje Miedema, ja. Meisje Miedema, ja, die is de weg kwijtgeraakt toen ze Europees kampioen werden. Maar die roept dan, wij presteren nog beter dan die mannen. En wij doen precies hetzelfde qua werk. En wij krijgen veel minder geld. Maar dan denk ik, joh, zin niet uit je nek te lullen. Want eerste plaats, qua tv-rechten brengen de mannen een meervoud binnen van de tv-rechten van damesvoetbal. Alle grote sponsors die willen met de grote voetballers van Oranje wat doen nu naar het Europees kampioenschap van die dames, zal het wel iets beter worden. Maar Adidas en Nike en dat soort bedrijven die zullen nooit voor dames hetzelfde bieden aan sponsorgelden dan voor heren. Als het Nederlands elftal vriendschappelijk ergens kan spelen, dan doen ze dat om ordinair geld te verdienen. Ik heb niet de indruk als het Nederlands damesteam ergens kan spelen dat ze ook de hoofdprijs daarvoor krijgen. Dus ze lult een beetje uit haar nek. Maar goed, een aanslag met een bril, wat ga je zeggen dan? Nou, ik moet even wat voorlezen. Oh, okay. En dan doe ik eerst mijn buddy Holly bril op. Oké, laat me komen dan. Daar komt-ie.
Nou, dan krijg je dus minister Bruno Bruins. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee. Bruno Bruins. Bruno dat is hem. Het blote billen gezicht. Ja? Ja. Maar die komt dan, die gaat met de KNVB praten over het grote inkomensverschil tussen professioneel mannen- en vrouwenvoetbal. Want, zoals Bruno zegt, iedereen in de sport is gelijk. En dan is er ook weer een Kamerlid van CDA, een Kamerlid Hanke Bruinslot, die denkt, hey, damesvoetbal, voetbal, over de rug van voetbal kan ik publiciteit krijgen. Die doet ook nog even een duit in het zakje. Slot vindt dat het Nederlands vrouwenelftal, net als de mannen, onder het profvoetbal moet vallen. Dan denk ik, ja, wat een gelul. En die minister die zegt, ik ga met de KNVB praten, maar de beslissing laat ik er nu ook aan de KNVB over. Waar ga je dan over praten? Dit is een storm in een glas water. Het gaat nergens om. Die meiden zijn op hol geslagen. Die willen plots in het grote geld verdienen. Maar het damesvoetbal in Nederland stelt geen reet voor. Daar staan 40 mensen te kijken. En ze spelen nu allemaal bij grote clubs. Maar in Engeland, die hebben een speciaal BBC-vrouwenprogramma. Hè? Dus ik volg dat allemaal wat die Nederlandse dames doen. Je kijkt ernaar natuurlijk, ja. Ja, nee, ja. Dat volg je. Ja. Want je bent ook een professional. Zo ben je. Nou, daar staan 1000 mensen te kijken. Dus dat is een heel verschil met de vrouwen van Manchester City en de mannen, wat ze aan geld binnenbrengen. Maar die wedstrijden van het Nederlands team worden wel helemaal goed bezocht. Hè? Die zitten allemaal uitverkocht. Ja. Nou, daar zit dat evenementenvolk om te hossen, inderdaad. En dan hebben ze een entreegelden. Maar het is niet zo, als het Nederlands elftal een vriendschappelijke wedstrijd ergens in Europa gaat spelen, dat de KNVB de hoofdprijs krijgt voor die dames. Wel voor de mannen, daar kun je echt. Die moeten echt spelen om geld te verdienen. Ja, dit ook. We hebben ook de vriendin van Ronaldo nog, trouwens. Ja, die is goed. Oh, die kijkt heel wulps. Ja, die is goed. Die is goed. Ja, die is goed. Die kijkt hem uit je broek, hè? Ja. Je moet weten, André, we hebben ons voorgenomen om het een beetje netjes te houden dit jaar. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb beelden van die finale van die dames. Dat is geen reclame, hè? Waarom niet? Nou ja, ik weet niet of je die strafschoppen gezien hebt. Mm-hmm. Ah, kom op. Met dat voetballer. Oh, nee, maar het is net als ze tegen een hoop stront schoppen. Ja, dat gaat echt nergens over. Canada. Kijk, als je dat vergelijkt met de finale van het volleybal, van het basketbal, van het handbal, van het hockey, is dit wel heel erg matig, hoor. Met andere woorden niet ver genoeg geëvolueerd. Nee, dat moet echt beter worden. Dat moet echt beter worden. Nee, maar we hebben nu de top van het vrouwenvoetbal gezien. Daar vond ik Nederland nog af en toe de beste indruk achtergelaten hebben, hoor. Maar het is voor voetballiefhebbers die topvoetbal gewend zijn niet leuk om naar te kijken. Het is gemankeerd voetbal. Ze hebben een gemankeerde techniek. Het is niet boeiend. Nee, maar en je ziet het ook, alle mensen die naar die Interlands gaan, dat zijn die mensen met die oranje mutsen die ook naar Heerenveen naar het schaatsen gaan. Een beetje, echt Helene, moet je echt van me aannemen. Ik vergelijk echt de mannen 100 meter niet met de vrouwen 100 meter. En ik vergelijk ook het mannenhockey niet met het vrouwenhockey, en ook het mannenhandbal niet met het vrouwenhandbal. Maar het vrouwenvoetbal is echt heel matig. Dat is balverlies op balverlies op balverlies op balverlies op balverlies. Bij momenten dat je zit te kijken, boh, jongen. Weet je, je hoeft van mij maar gewoon de juiste keuzes maken in het veld. Mm. Is niet, dat, als je op een bepaald niveau zit, moet dat toch kunnen? Dat je gewoon de juiste keuzes maakt. Dus dat de bal in ieder geval daarheen gaat waar hij naartoe moet. Miedema, die scoort bij Arsenal. Dus die bondscoach werd onder druk gezet. Miedema moet erin. Maar ze hebben een bloedhekel aan Miedema. Omdat Miedema is een Einzelganger. Feest na de wedstrijd. Er zit Miedema met haar vader en moeder. Die vader is echt zo'n voetbalvader. Een hele vermoeiende man. Maar ook opa en oma er nog bij. Ja. Die bemoeit zich niet met het feestgedruis. En die meiden die ergen zich eraan. Zij wil alleen maar haar goaltjes maken. Is niet blij als een ander scoort. En je ziet het al. Ik zie wat aan dat gezichtje van me niet aanstaat. Het is een beetje ontevreden meisje. Je bent geen fan. Ze is een beetje autistisch. Oh, het wordt steeds erger. Ze maakt geen deel uit van de groepscultuur. En dat begint wel een heel erg probleem te worden. Ja. Maar ze schopt ze bij Arsenal iedere week er wel in. Ja. Dus die bondscoach heeft een probleem. Ik denk, als je ze allebei ontleedt, dat Miedema iets meer heeft dan dat donkere meisje. Mm-hmm. Maar dat donkere meisje ligt veel beter in de groep. Ja. Maar misschien dat boek van Hans, dat misschien even nu de boek gaat zijn? Misschien dat we Benno eens op die dames af kunnen sturen. Ja, maar Rini heeft ook al op die dames gezeten. Althans, die is erbij geweest. Wat heeft Rini daar opgezeten? Nee, maar Rini zat er toch met dat bedrijf van hem. Kortom. Ik dacht dat Rini altijd op die mevrouw zat. Nee, maar ik bedoel, die begeleiden toch al die dames op een gegeven moment? Oh, dat weet ik met niet. Een geweldig brein. Oh, heb je hem weer. Vergelijkbaar is met een Ferrari. Ook op zijn snelheid. Nou, die mevrouw heeft wel een... Rini, dank je wel. Die mevrouw is ook al wat voor dames, want ze heeft een neusje in de 16. Ja.
Wat is dit nou voor een rare opmerking? Meisje Miedema. Maar dat geeft dus wel wat onrust. Ja, die indruk heb je al gewekt. Maar autistisch, het gaat al gelijk weer zo ver. Nou, nee, maar ze is heel erg in de zelf gekeerd. Ja. Kijk, je weet, als die Nederlandse spelers naar Frankrijk... die hadden met z'n allen plezier. Ja. En die meiden hadden naar Zwitserland met z'n allen plezier. Maar zo'n Miedema, die gaat dan bij haar familie in een hoekje zitten. Het is tijd voor de Bavarian Social. Jij moet even naar de pauze toe, heb ik ook wel door. Maar we gaan eerst even naar de Bavarian. Ik moest zo lachen, omdat ik had... Omdat hij zei van ja, die hele groep heeft liever dat zwarte meisje. En toen had ik echt wel een behoorlijk leuk grapje in mijn gedachten. Ik ga hem niet vertellen. Je bent bang dat hij verkeerd valt. Die had compleet verkeerd gevallen. Ja. Zeker, had je weer 2 weken last van gehad. En ja. Dan denk ik, ik doe het ook maar niet. Nee. Maar wat kan mij dat ook eigenlijk verpleuren allemaal? Ja. Je gaat hem in de pauze even aan ons vertellen. Zo. Nee, we zoeken het lekker uit, weet je wel. Maar dat is toch, weet je, kom op man. Laten we weer normaal doen, man. Ah, we zijn op de set bij Voetbal Insight. Hè? De voetbaltalkshow van Nederland. En als ik voor mijzelf persoonlijk kijk, een van mijn favoriete programma's alle tijden. Daar ben ik helemaal met je eens. Het is inhoudelijk, het is humoristisch. Ah, ja. En het gaat over de belangrijkste zaak in het leven. Voetbal. Ja. Meer voor mannen. Maar als het ook gaat over vrouwen, ook heel belangrijk in het leven. Ja. Wel vaak, hoe zou ik het zeggen, tikkeltje vrouwenvriendelijk. Maar blijf wel topshow. Dag dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij alweer een aflevering van Voetbal Insight. Natuurlijk met Johan Derksen en René van der Gijp, maar ook met de mannen van Bureau Sport. Daar zijn ze, Erik Dijkstra en Frank Evenblij, dames en heren. Ja. Mannen, wat brengt jullie hier? Ja, nou, om te beginnen een klein vraagje aan jullie. Dit jaar, hè, EK in eigen land. Doen jullie daar nog wat aan? Zit hier in het koelhuis? Kamertje al geboekt? Ik geen idee van. Nee, doen. Wij hebben vakantie dan. EK voetbal heb ik het over. Maar heb je er zin in, René? Ja, ik slaat die poolwedstrijden waarschijnlijk over. Maar dat heb ik de laatste keer in Amerika, was het WK, denk ik. Ja? Heb ik ook gedaan. Dat heb ik wel, al die kwartfinales en al die wedstrijden van die Duitsers en die Amerikanen en die Engelsen, die heb ik wel allemaal gezien. Zou je het kunnen? Chinezen. Zou je het kunnen, 3 weken vullen om praten, Voetbal International, Voetbal Insight, over vrouwenvoetbal? Nou, misschien wel als die kwartfinales bereikt worden, maar niet die poolwedstrijden, denk ik. Jij niet? Waarom niet? Nee, dat is kansloos. Ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn. Het is echt heel knap als die dames een beetje doorkomen. De media zijn niet geïnteresseerd. De sponsors zijn niet geïnteresseerd en het publiek is niet geïnteresseerd. En bij zo'n groot toernooi, dan krijg je wel iets hyperigs wanneer ze even mee zouden doen. Dan zijn we echt Nederlanders, opportunistisch, gaan we erheen. Maar het damesvoetbal is nog niet zo ver in Nederland dat het zich kan meten met de echte grote landen der aarde. Ik zou wel even een kort fragmentje willen laten zien van Vivian Minema. Dat hebben we meegenomen. Kun je even naar kijken? Daar word ik heel moe van dat meisje. Ja? Ja, ja, nou, kijk toch even mee. Kijk toch even mee. Even voetbaltechnisch, hè? Kijk, paasje, aanname, hè? En binnen. Ja, wereldgoal. Ja, nou, dat is niet slecht gedaan, maar dat meisje... Ah, kom, Johan, kijk dan nog even hoe ze die bal aanpakt. Ja, maar, dit is toch kijk, een mooi paasje. Die huisvrouw in de mandekking, die bakt daar ook helemaal niks van, toch? Nee, maar het is wel aardig om dit te vergelijken. Als je hebben jullie lang moeten zoeken naar zo'n mooie actie? Nou ja, Johan. Ik hou van voetbal en ik vind damesvoetbal niet echt leuk om naar te kijken. Want het blijft toch... tweederangs voetbal. Ja, ik heb ze gezien. Wil jij er nog iets van zeggen? Ja. Hij heeft ooit gezegd dat ze iets strakkere broekjes aan moeten trekken. En strakkere truitjes. Toen kreeg hij de hele damesvoetballand over zich heen, of niet? He? Ik heb wel vaker wat gezegd, ja. Je vond het ook zonde dat ze op gras speelden voor jullie. Hè? Dat had je liever ook niet. Over die kleding. Ik vind inderdaad wel dat vrouwen zich veel meer moeten onderscheiden van mannen. Die dragen van die mannen. Je hebt er ook kleding Ja, natuurlijk. Maken, ja, natuurlijk. Dan kun je er ook wel leuke broekjes maken. Ja, heerlijke broekjes kan je maken. Ja. Nou, zonder broekje kan ook. Nummertje op je kont. Nee, maar even. Nee. En nu ik toch bezig ben, wil ik nog wat zeggen over de plannen van de KNVB met het meisjesvoetbal. Oh, okay. Want dat is heel trendy. We moeten het meisjesvoetbal moeten we. Ja, Willem voorop. Hele aardige man, heeft er totaal geen kaas van gegeven. Nee. Maar wat met je meisjesvoetbal? Nee, het meisjesvoetbal. Kijk, ze hebben zo'n juffrouw bij de KNVB. Die moet dat meisjesvoetbal promoten. Die moet af en toe met een plannetje naar buiten komen. Nou, de Eredivisie, die gaan ze weer veel serieuzer aanpakken. Nou, de KNVB heeft niks aan te pakken. Want de clubs die willen niet heel veel geld uitgeven voor de Eredivisie. Want er komt toch niemand kijken in Nederland. Kijk maar naar het Nederlands elftal. Ik geloof dat er één speelster bij is in de basis die in de Nederlandse club speelt. De rest allemaal in het buitenland. Maar het ergste vond ik nog dat ze weer naar dat belachelijke idee teruggaan dat jongens en meisjes samen voetballen tot een bepaalde leeftijd. Want dat is goed voor de ontwikkeling van die meisjes. En dat zal best.
Maar hebben ze zich wel eens afgevraagd of het ook goed is voor de ontwikkeling van de jongetjes? Ik denk het niet, want die lopen allemaal met de handrem om met die meiden te spelen. Nou, die meiden, Wim, wat vind je? Dat is niet waar. Dat is niet waar. Wim is expert damesvoetbal. Meiden die kunnen heel goed met jongens voetballen. Ja. Tot er te veel fysieke verschillen komen, dan niet meer. Maar al die meiden die in Nederland zelf gespeeld hebben, hebben tot 16, 17 jaar met jongens gevoetbald. Dat is voor die meiden goed geweest. Ja. Maar die jongens, die lopen dan achter in hun ontwikkeling. Ja, maar je hebt niet tegenwoordig het probleem nu van de groei van het vrouwenvoetbal is dat er nu ongeveer 160.000 vrouwen zijn bij de KNVB die voetballen. En het risico is, kijk, de echt goede meiden, die moeten zo lang mogelijk bij de jongens voetballen. Dan kunnen zij, dan worden ze. Dat moet gewoon ten koste gaan van de jongens. Nee, dat is helemaal niet zo. Want vaak zijn die beter dan de jongens op die leeftijd. Heb ik nog nooit meegemaakt. Kom op, Willem. Ik zie ook wel eens een jeugdwedstrijd. Nee. Ik vind het al belachelijk, die gemengde elftallen. En die jongetjes vinden het toch helemaal niet leuk om met meisjes te spelen. Ik vind dat helemaal niet erg. En de grote talenten bij die jongens, die hebben ambities, die willen vooruit, die willen het liefst in een hoger elftal spelen. Maar kleine kinderen kijken helemaal niet zo. Die willen gewoon voetballen in een leuk team. Alleen nu krijg je met al die meisjes krijg je het risico dat al die meiden samen gaan voetballen in teams. En dat is voor de goeie niet goed, want de goeie moeten gewoon bij jongens blijven spelen. Ja, en voor de goeie jongens is het ook veel beter dat ze met jongens onderling spelen. Je wordt het niet eens erover, heb ik de indruk. Om nou met meisjesvoetbal uit te gaan is een beetje jammer. Sari van Veenendaal is juist uitgeroepen tot de beste keeper. Maar dat is zeer Ja, Sari. Vind je ook leuk? Ziek aan je. Jawel. Je hebt heel weinig, vind ik, heel weinig goede dameskeepers. Ja. En zij staat te keeper af en toe als een vent. Ja. Kijk even naar de uitslag. Ja, maar daar heb ik weer niks mee bedoeld. Nee, dat snappen wij heel goed. Dit verschrikkelijke, gevoelige land zo uitkijken. Je kan nergens meer wat over zeggen. Je eigenlijk kunt nergens meer over praten of je hebt ook een bedreiging of weet ik veel aan je broek. Maar ik vind het een goeie keeper. Ik vind dat knotje geen gezicht, maar ik vind het een goede keeper. Maar het knotje mag je wel iets over zeggen, of is het ook alweer een randje? Kijk, al die dames, die hebben dat lange haar. En die meiden die stoppen dat meestal weg in een paardenstaart. Dat ziet nog wat vrouwelijk uit. Maar een keeper die moet natuurlijk niet dat haar hebben rond. Je gaat het uitleggen ook, waarom. Ja, ja. en dan krijg je zo'n knotje, ja. Ja, nee, dan krijg je dat flatteert niet. Nee, maar Escha hoeft dat niet te doen. Die staat gewoon met dat wilde haar gewoon achter de bar, hè? Ja, Escha is een hele slechte keeper. Ja. Ja. Nou, in andere dingen heel goed, hoor ik. Je zei het zelf, Den. Zou je er iets meer over kunnen vertellen, of niet? Dan moet je dit programma niet doen, want dan moet je het uitleggen. Nee, ik had het niet. Waar is hij dan zo goed in? Nee, hij is in een heleboel dingen heel goed. Ja? Ja. Ja. Noem eens wat. Nou, eigenlijk management en... We hebben alle tijd. Noem maar eens drie dingen van. Ik ben ook zo blij dat dat ding gewoon niet aanstaat. Ja, hij staat echt wel aan, hoor, kan ik je melden. Kijk, 0-0, reclame. Ja. Nee. Oh, ik weet waar je naartoe gaat. Nee, we gaan niet naar Jack Verhelder toe. Nee, Lieke Martens. Oh, wil je iets kwijt over Lieke Martens dan? Ik dacht dat jij iets kwijt wilde over... Nee, wat wil je over Lieke Martens kwijt? Dan zeg ik ook niet. Heb je iets gehoord over Lieke Martens dan? Nee, nou, moet je het ook op tafel? Ja, kom op. De redactie zegt vanmiddag van... wat vind je ervan dat Lieke Martens een andere vriend heeft? Ik zeg, Jan Slachter. Jongens. Nee, Benjamin van Leer wordt nu gesuggereerd, toch? De reservekeeper van Ajax. Dan ben je het gelijk vanaf, toch? Ja, dat maakt me verder niet veel uit. Maar dan pakt hij tenminste ook een keer iets in Ajax-shirt. Die Benjamin van Leer. Goh, dat was weer het niveau waar we normaal gesproken op zitten. Trainen, als ze wat kiener waren en wat tactisch wat sterker. Maar zo zijn ze niet opgegroeid, hè? Want jeugdtrainers heb je niet. Een vader is daar de coach. En soms zijn er ook vrouwen die daar gewoon de leiding hebben. En ze worden dus gewoon niet... Is dat niet goed? Ja, nee, sorry hoor, maar wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou, omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. Nee. Jij hebt een hele makkelijke avond hier, moet je horen. Dit wordt mijn avond. Ja. Dit is mijn publiek. Nee, maar de... Die KNVB heeft nu beslist dat vrouwen bij de amateurs bij de mannen mogen spelen. Hè? En dat is een leuke beslissing voor de bühne. Dat gaat er wel in. Niet doen ze. Maar het geeft zoveel problemen, want voetbal is een fysieke sport. Mm-hmm. En als je zo progressief bent en een wit voetje wil halen bij progressief Nederland door de vrouwen mee te laten doen bij de mannen, vind ik prima. Dan zou ik als man eisen, maar ik wil bij een vrouwenteam spelen.
Zo eerlijk, alles gelijk. Ja, gelijke dan, gelijke dan is dat is precies hetzelfde. Maar je hebt natuurlijk met een fysieke sport te maken dat vrouwen fysiek niet tegen mannen opgewassen zijn. Want het is natuurlijk ook niet zo dat de vrouwelijke wielrensters in de Tour met die mannen die berg op moeten rijden, laat staan dat je een bokswedstrijd krijgt tussen een man en een vrouw. Dus het is complete lulkoek alleen voor de bühne. Maar in het amateurvoetbal op niet al te hoog niveau? Kijk, als in Friesland één meisje bij een clubje zit en die kan goed voetballen en ze komen mannen tekort, geef dat meisje toestemming om mee te voetballen als die jongens dat leuk vinden. Maar is het aan de mannen gevraagd? Is het aan de vrouwen gevraagd of ze dit op prijs stellen? Ja, nee. Laat gaan, het is deze tijd even. Dus deze tijd even binnenkort krijgen we een transgender die de Europa Cup finale fluit. Dan kan mij dat nou schelen. Ik vind dat wel leuk. Zelfs Vera Pauw, die toch de voorvechter is geweest voor het vrouwenvoetbal in Nederland, die zei in de tweede divisie zal het niet vaak voorkomen, want vrouwen kunnen daar niet op tegen de fysieke kracht van mannen. En tegen de snelheid van mannen. Nee. Dus in de vierde klas wel, op die dorpen? Nee, nou, ik denk dat een goede vrouw in vierde klasse voetbal moet, is ook niet zo heel hoog niveau. Dus als een vrouw mee kunnen. Gewoon vierde klasse. Uit het duel blijven, Jan. Ja, uit het duel blijven. Ik denk dat een goede vrouw best in de vierde klasse mee kan. Het niveau van het vrouwenvoetballen. Ik vind het helemaal niveau nul, nee, maar laat ze lekker voetballen. Maar voor het vorige grote toernooi waren die mensen, hoorde ik, met het nationale team in Drenthe in een trainingskamp. Mm. Daar hebben ze tegen de B-junioren van Rolde Boys, mijn oude clubje, gespeeld. Ja. 2-2. En ze mochten hun handen dichtknijpen, de dames. Okay. Dus dat is het niveau. Maar Rolde Boys moet je niet onderschatten de laatste jaren. Dat is waar. Ja, nee. Je weet toch wel dat ze aan de Olympische Spelen gaan, joh. Ja, nee, maar ze moeten ook lekker doorvoetballen, maar niet met mannen. Want dat vind ik namelijk qua fysieke mogelijkheden oneerlijk. Ja. En het is gewoon trendy geneuzel. Trendy geneuzel. Want ik kan me voorstellen dat de wielrenners nu eisen, hé, maar wij willen ook mee met die mannen. Waar blijf je dan? Ja. Waar blijf je dan? Dat is een grote vraag. Michael, ik hoor jou er niks over zeggen. Wat vind jij ervan? Nou, weet je, ik heb geen verstand van voetbal in die zin. Zoals maar wel je van vrouwen, toch? Zeker. Ik maak het deze keer niet. Nee, jongens. Weet je, ik heb nooit iets over voetbal, het spelletje zelf, gezegd. Want ik heb er geen verstand van. En dat kan ik ook beter niet doen. Ik luister met interesse. En ik laat dat over aan degene die daar echt verstand van heeft. Ja, daar zitten ze hier aan tafel. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar een goede onder 16 wint inderdaad van het Nationaal Vrouwenteam. Een goede onder 16. De onder 16 van Ajax, ik noem maar wat, die winnen eenvoudig van het Nederlands Vrouwenteam. Dus het wordt wel heel moeilijk. Het is wel, op zich vind ik het wel grappig dat ze het opengooien. Maar ja, het zal niet makkelijk zijn. Maar alleen al de praktische problemen die het oproept. Je komt bij amateurclubs. Zaterdag en zondag is het hartstikke druk. Ze komen al kleedkamers tekort. Mm. Nu moet je ook nog gemengde kleedkamers hebben van daar de vrouwen, daar die. Het geeft een hoop problemen bij die clubjes, joh. Begin daar nou niet aan. Er is toch helemaal geen vuiltje aan de lucht. Het is gewoon, gaat prima. Die vrouwen lekker voetballen, die kerels lekker voetballen. Joh, je hebt toch nu al in de jeugd alle vrouwen van het Nationaal Elftal, die hebben bij jongens gespeeld vroeger, tot een 17e, 18e. Dan worden de fysieke verschillen te groot en dan gaan ze uit elkaar. Maar nu heb je, in elke dorp spelen ook gewoon meiden in die jongensteams mee. Meiden die echt de beste zijn, die willen liever bij de jongens mee spelen. Ja, maar dat is niet in ieder dorp, hoor. Nou, want in die dorpen heb je dus ook meisjesvoetbal. Die meiden die hebben zo'n goed team, die willen helemaal niet bij de jongens spelen. Die willen zelf Die hebben voetballen. Zelf teams. Dat zie je ook tegenwoordig steeds meer. Echt meidenteams die ook tegen jongens spelen en ook vaak. Maar geef mij één argument om te verbieden dat een vent nu eist, ik wil in een damesteam spelen, dat niet mag. Als die meiden wel bij je kerels mogen spelen. Ik zou graag in een damesteam willen spelen dan. Ja. Welke positie zou je willen innemen dan? Nou, nee, dat maakt me niet uit. Ik ben allround en tweebenig. Dus. Ja. Maar ik denk dat je het liefst de laatste man speelt. Goed overzicht, of niet? He? Ben jij tweebenig? Ik ben tweebenig, ja. Om te wandelen? Nee, Jan. Jo Brand me geleerd op zo'n grote schutting in Deventer met je verkeerde been en altijd naar de training 20 minuten. En wat was op laatst de bluff? Met je verkeerde been een corner nemen. En dan ging hij achter. Nou, we hebben ook nog een Toto. Ik heb je nog nooit van mijn leven een bal rechts zien trappen. Jij hebt nooit op mij gelet. Nee, wel waar. Heb je nog naar de Oranje Dames gekeken, één van jullie? Nee. Ja. Ja, en? Nou ja, kijk, het is hetzelfde liedje altijd. Het voetbal is niets aan. Het is primitief voetbal. Maar ze zijn heel goed in verhouding tot andere clubs, landen in Europa. Dus ze winnen al die potjes. Maar ik heb altijd het idee dat ik naar een derde elftal van een amateurclub zit te kijken. En
er gaan ook nog heel veel mensen heen en er kijken heel veel mensen op tv. Maar ik begrijp niet wat de mensen er leuk aan vinden. Ik vind dat die meiden lekker moeten voetballen. Laat ze plezier hebben. Ja, maar als je van voetbal houdt, ga je niet naar damesvoetbal kijken. Miedema huilt trouwens omdat haar grootste fan haar opa is overleden. Maar is het goed ingeknikt. Ja, hartstikke goed. Maar die hier ook. Die knikt hem ook goed in. Ja, was een goede kop. Goed ingeknikt. Ja. Deze ook. Maar is het nou nodig om het nou weer zo negatief neer te zetten? Er zijn heel veel mensen die plezier aan beleven. Ja, nee, maar dat moeten ze vanzelf doen. Maar als voetballiefhebber kijk ik met plezier naar de Bundesliga, de Engelse competitie, Spanje. In Nederland zelf was ze goed draaien. En dan zie ik het vrouwenvoetbal. En dan denk ik, ja, dat is toch niet om aan te gluren. Want als je naar de plaatselijke amateurclub gaat en de tweede of derde elftal spelers zijn net zo goed. Wij zenden het uit, was ik even vergeten. En er was ook nog een Russin, die wilde er nog even inkomen. Heb je het gezien? Want die andere had kramp, die lag langs de kant. Nee, die Russin die denkt, ik ga er nog even snel even in. Dan pak ik er even minuutjes mee. Jij hebt toch een interland achter mijn naam. Dus die begint als een gek dat trainingspak uit te trekken. En dan wordt er afgefloten. Prima. Ja. Afgelopen. Dat is lullig. Ja, heel lullig. Ja. Nou ja, dat zijn van die momenten. Dat vind je niet echt leuk natuurlijk. Was er nog wat is er met die Martens aan de hand, joh? Een beetje geblesseerd volgens mij, toch? Is hij zwanger of zo? Dat kan toch niet. Je kan toch niet 5 maanden aan een teen geblesseerd zijn? Nee? Volgens mij niet. Het gaat nog steeds over die teen van het WK. Jullie denken dat er iets anders is dan de teen? Ik denk het wel, ja. Dat ze zwanger is? Van de... Ja, ze ging een keeper, hè? Ja. Van Leer of zo. Ja. Nee, ja, ik weet niet of dat het is. Nou, maar dan zouden ze het gewoon kunnen zeggen. Na 5 maanden zie je denk ik ook wel wat. Toch? Bij de meeste vrouwen. Ik weet ook niet wat er aan de hand was. Een pijnlijk moment. Spits wilde nog even, ze waren feesten aan het vieren, wilde nog even een high five weggeven. Alleen niemand zag het handje van Spitsen, dus kijk niet. Die gaat me aan het gezicht zitten dan. Zo van, hey, wie? Ja, niemand. Nou, Het is wel slim, hè? Gelijk dat handje even weg zo. Die heeft een hartstikke mooie trap, die meid. Ja, die heeft echt een goede trap. En ze miste een strafschop, hè? Kan een keer gebeuren. Ja, dat kan een keer gebeuren, maar je ziet wel als ze... Jou niet natuurlijk, maar normaal gesproken kan het. Dat is mij ook wel eens overkomen. Dat overkomt de beste. Oh, okay. Maar dat meisje zie je wel eens een vrije trap nemen. Dan denk je van, nou, daar is een vent jaloers op met dat gevoel in dat been. Ja, nou ja, hij kan een keer misgaan. Je hebt een spandoek over jezelf gemist, hè? Niet iedereen was enthousiast over je. Nee, maar dan krijg je weer zoiets. Ik ben voor de homo's. Ik heb nog nooit iets naast gezegd over homo's. Ja. Maar nee, ik heb een mening over homo's. Ja. En die homo's die moeten dus een voorbeeld nemen aan onze vrouwelijke voetballers. Dat Nederland zelf al. 8 lesbische wijven en een verbouwde jongen. Ja, dat zei niemand. Is dat zo? Ja. Maar niemand maakt daar een probleem van. Die meiden zijn daar heel open in. Die doen net als er niks aan de hand is. En er is ook niks aan de hand. Niemand maakt er een probleem van. Er zit een verbouwde jongen tussen. Is dat echt zo? Maar weet je... Maar jullie doen er normaal is, over. Nee, er is echt niets aan de hand. Echt niet. Nee. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Maar daar houden we ons nu op. In het begin had je ook niet zoveel met het vrouwenvoetbal. Inmiddels wel, nu? Ja, jij doelt erop dat ik heel lang me verzet heb tegen het feit dat mijn dochter op voetbal wilde. Bijvoorbeeld, ja. Ik vond het niet zo'n vrouwensport, sorry. En nu nog niet? Ja, nu wel. Ik ging helemaal om vorig jaar tijdens het EK. Omdat jullie er hartstikke leuk uitzien en niet van die... Oh. Laat ik het niet zeggen. Dan krijg je weer allemaal boze... Geert-Jan heeft in het verleden gesproken over dikke konten voetbal bij de vrouwen. Sta je er nog steeds achter, Geert-Jan, of zeg je het is nu anders? Als je deze foto bekijkt, misschien wel. Mooie kontjes. Absoluut. Nee, ik praat nu over een tijdsbestek van 10 jaar geleden, toen ze net begonnen met de Eredivisie. En toen had Heerenveen ook een damesteam. Ja. Nou, daar kon wel een paar kilo af toen het. Dat heb je ook al gezegd. Dat vond bij Sneijder ook. En bij Rafael van der Vaart ook. Dat zijn de feiten. Ja. Neem aan dat jullie dat beamen, dat 10 jaar geleden niet kan tippen aan. Wat ze nu ook kijken naar de omvang en intensiteit die tegenwoordig de dames aan de dag leggen. Ja. Is dat gewoon een hele grote verandering en heeft een hele snelle vlucht genomen. Wat ik niet verwacht had toen de tijd.